In deze video bespreek ik een zevende verwachte kandidaat, geruchten over een jubileumseizoen en dit seizoen gaat twee landen krijgen. Hey alle, we zijn weer terug met wat nieuwe informatie over het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? Mocht je de allereerste informatie nog niet gehoord hebben, dan verwijs ik je eerst naar de vorige video die hier in het i'tje staat. Goed, een zesde verwachte kandidaat dus, maar wie is dit? We zijn in ieder geval op zoek naar een bekende Belg, die wat gerelateerd heeft met Nederland. Want er doet aankomend seizoen namelijk een bekende Belg mee. Als je denkt aan bekende Belgen in een beetje de trend van Evie Hansen uit seizoen 19 van Wie is de Mol, dan valt de naam van Tom Wees op. Hij is een Belgische televisiepresentator, regisseur, acteur, fotomodel en zanger. En is vooral ook bekend van de tv-programma's Reizen Wees en De Slimste Mens ter Wereld. Verder gaan er ook nog andere namen rond, zoals die van zangeres Laura Tesoro, zanger Koen Wouters, Erik van Looy, Victor Verhulst en oud-K3-lid Karen Demen. Wie hoop jij te zien in aankomend seizoen van Wie is de Mol? Verder zei ik ook in de vorige video dat het land dit seizoen Mexico gaat zijn. Maar dat is volgens een geheime bron niet het enige land van dit seizoen. Ze zullen halverwege de reis naar Japan gaan om daar het tweede deel van het spel te gaan spelen. Ik zelf snap niet echt de combinatie tussen Mexico en Japan. Maar het is in ieder geval heel erg interessant dat ik dit hoor via een bron. En natuurlijk dat ze dit ook gaan doen. Het maakt het spel denk ik ineens in een klap toch weer een soort van anders. Dan hebben we ook nog geruchten over een jubileumseizoen. Het gaat rond namelijk op het wieisdemol.com forum dat er een nieuw programma komt wat door IDTV, het productiebedrijf achter Wie is de Mol, geproduceerd wordt. En waaraan mensen ouder dan 23 zich voor kunnen aanmelden om deel te nemen aan dit spel. Maar als we lezen wat voor soort programma het is, lijkt dit heel erg op het concept van Wie is de Mol. Tijdens deze reis staan er verschillende fysieke en psychologische uitdagingen op de deelnemers te wachten. Wat voor speler ben jij? Een teamplayer of een individualist? Individualist. Fanatiek of afwachtend? Doorzie jij leugens en ga jij er uiteindelijk vandoor met de winst? Er gaan dus ook best wel geruchten rond dat ze misschien een seizoen of een jubileumseizoen gaan maken met onbekende Nederlanders. Wat zou jij hiervan vinden? Laat dat vooral even weten in de reacties hier onder deze video. Dan hebben we nog een heel andere variant van een jubileumseizoen gerucht. En dat heeft te maken met de twee landen aankomend seizoen. Als we kijken naar de afwezigheid van Rick van de Westerlaken bij één vandaag, is hij twee periodes afwezig. Eentje uiteraard korter dan de andere periode. Maar er gaat rond op het forum dat het misschien kan zijn dat aankomend seizoen Mexico als land heeft en dan het mogelijke jubileumseizoen Japan als land heeft. Erg interessant zijn deze theorieën. En ik hoop persoonlijk ook best wel erg dat we weer een keer een seizoen krijgen met onbekende Nederlanders. Daar hoop ik op. Dan ging er ook nog een post rond via het Instagram account WDMHints2024. Dat Sam Hages kans heeft op potentiële deelname. Dit is niet bevestigd door mijn anonieme bron. En dat betekent dat hij dus hoogstwaarschijnlijk niet meedoet aan Wie is de Mol 2024. Tot slot komen we dus met al deze nieuwe informatie op de zes verwachte kandidaten Janet Jacquet, Jip van den Toorn, Anna Chimbrere, Tooske Ragas, Artiest Soor en Jeroen Spitzenberger. Sorry voor mijn uitspraak als ik sommige namen niet goed uitspreek. En dus een zevende verwachte kandidaat uit België, het land Mexico en dus waarschijnlijk Japan. En er zijn dus ook geruchten van een potentieel jubileumseizoen. Dan zijn we voor nu dus nog steeds op zoek naar de laatste drie verwachte kandidaten en wie de Belgische kandidaat is die meedoet. Speur vooral ook mee via mijn Instagram, @wdmpro en @tim_. Dan zeg ik weer bedankt voor het kijken, abonneer voor meer en laters.